Ik heb je nog niks over verteld, maar ik heb nu een sollicitatie. Over 1 minuut. Dus ik vind het best wel spannend, merk ik. Ja, ik moet natuurlijk ook ander werk zoeken. Ja. Oké, go. Goedemiddag. Hi. Ah, kijk, beeld en geluid, top. Yes. Gaat het soms mis? Nou, dan begin ik meteen met vertellen. Maar ik ga in 1 juli ga ik verhuizen, want mijn vriend woont in Zoetermeer. En we hebben een huis gekocht daar samen. We wisten al dat ik daarheen zou gaan, maar het is allemaal wat sneller dan verwacht. En ik wilde, als we dat doen, in ieder geval wel in een zomervakantie gaan. Want ik wil niet mijn klas halverwege het jaar achterlaten, zeg maar, waar ik nu voor de groep voor sta. En toen ben ik gaan kijken van, oké, nou, wat is er nu in Zoetermeer qua aanbod? Zijn er vacatures? En er was helemaal niets. En ik ben wel gaan kijken naar scholen en toen zag ik op website zoveel interessante dingen. Want ik heb op 1 school na de PABO gewerkt, nu voor mijn 4e jaar. En dat is regulier onderwijs. En ik heb het helemaal naar mijn zin. En ik heb mezelf heel erg ontwikkeld. Maar ik las dingen waarvan ik dacht, jeetje, dat heb je op de PABO heb je dat wel geleerd. Wat er is, vaag. Maar er worden zoveel mooie dingen omschreven. En dan niet alleen in de visie van scholen, maar ook echt dat je ziet dat het echt gebeurt. Filmpjes en heel beeldend. En ik zat echt zo van, wauw, het lijkt me allemaal heel tof. En dit spreekt me aan en dit spreekt me aan en dit. En misschien weet ik eigenlijk helemaal niet welke onderwijsrichting heel erg bij mij past. Plus, er waren helemaal geen vacatures. Dus ik ben ook een brief gaan schrijven. Echt een super goede sollicitatiebrief, vind ik zelf. Waarvan ik ook dacht, toen ik hem schreef, wauw, ik ben eigenlijk echt wel bekwaam. En ook wel zelfverzekerd heel erg geworden gedurende deze 4 jaar. En ik wil echt wel gewoon ergens gaan solliciteren. Ik ben er ook niniet echt bang voor. Dus ik heb ook 4 open sollicitaties of zo gestuurd, geen reactie. En toen was ik met een collega aan het praten en zij zei van, weet je Charlotte, je bent nog zo jong. Je geeft aan dat je heel erg geïnspireerd raakt door wat je allemaal leest over scholen. Je hebt eigenlijk geen idee, waarom ga je geen invalwerk doen? Dat heb ik ook gedaan en dan kan je op zoveel scholen een beetje proeven, sfeer proeven. De mensen, de collega's, de kinderen, hoe ze te werk gaan. Plus, in Zoetermeer zijn 39 scholen. Zoveel verschillende scholen en dan kan je lekker op de fiets misschien naartoe. En dan leer je de omgeving kennen, want je bent ook nieuw in Zoetermeer. Toen dacht ik, ja. Nou ja, zo heb ik het ook zelf al een beetje gedacht. Maar toen dacht ik wel, mijn eerste gedachte was dat ik tegen haar zei, nee, invallen is niks voor mij. Want ik hou heel erg van de juf zijn van een vaste groep. En ik ben heel sterk met ouders en met het leerlingvolgsysteem. En rapportgesprekken en administratie, daar ben ik allemaal best wel sterk in. Sowieso vind ik het altijd heel leuk om ook gewoon in andere klassen en weet je, de kinderen te leren kennen. En ik ben ook best wel sterk met orde houden. Dus daar ben ik ook totaal niet bang voor dat ik ergens kom en dat dat een probleem is. Dus toen dacht ik ineens van ja, het lijkt me eigenlijk wel heel tof om dat in ieder geval gewoon 1 jaar te gaan doen. En die vrijheid een beetje te hebben om zo alles een beetje te ontdekken. Ik weet niet, sinds ik erover na heb gedacht, 1,5 week nu, maakt het me helemaal blij. En denk ik echt, ja, dat lijkt me, iedereen met wie ik het bespreek zegt ook van, wow, ja, dat is inderdaad juist heel goed voor jou om dat te gaan doen. Dus dat is een beetje de reden waarom. Dat zat ik ook te denken. Eerst dacht ik heel erg, mijn kracht ligt heel erg in dat volledige jaar draaien. Maar ergens lijkt het me dus ook heel tof dat je ergens een dag komt. En dat er in het rooster vast ook een wat vrije moment is. En dat je ineens mensen gaat praten over, hey, hoe zit het hier qua vriendschappen, pesten. Of dat je dat soort onderwerpen gaat bespreken en in een klas komt. En dan op die manier iets heel nieuws teweeg brengt in zo'n groep. Of een theaterles er tussendoor gooit of iets. Of met ze in gesprek gaat of ze iets op een andere manier leert. Waardoor je inderdaad misschien heel veel bereikt in 1. Mijn hele stageperiode heb ik bijna de kleuters gedaan. Dat vond ik echt fantastisch. Maar dat heb ik nu wel 4 jaar niet meer gedaan. Dus dat is weer even wennen, maar ja, dat is denk ik niet echt een probleem. Dan heb ik 3, 4, 5 gedaan. En 6 zie ik ook al zitten. 7, 8 denk ik alleen, oei, weet ik wel alles wat ze daar leren. Dat is een beetje, als ik bepaalde rekenen moet uitleggen waarvan ik echt even het weer moet ophalen. Ik weet niet in hoeverre dat een probleem is. Maar ik zou het wel weer heel graag ook willen meemaken. Maar ik heb daar geen ervaring. 6 heb ik met stages wel gedaan, maar nooit hoger. Taal, spelling, dat maakt allemaal niet uit. Ja. En het is puur, ja, rekenen, geschiedenis, ja, dat weet ik misschien niet allemaal. Als meer zo, van als dat geen probleem is, dan vind ik dat ook leuk om te doen. Hallo jongens, het is vandaag 27 maart en we gaan vandaag voor het eerst voor ons huis kijken qua interieur. Want we moeten dus nu gaat het leuke gedeelte zeg maar beginnen. Maar het is nog niet helemaal leuk omdat we nog helemaal niks weten van wat we willen. Ik vind het nog best wel lastig. Vloer op de middelste verdieping moeten we gaan uitzoeken. Misschien ook voor boven. En eigenlijk heel veel qua interieur en eigenlijk alles. Verf op de muur. Gewoon eigenlijk
ontzettend veel. En natuurlijk nu door corona is het allemaal best wel lastig en we zien elkaar niet zo vaak. Dus je zit niet echt 's avonds lekker een beetje daarover te sparren. Dus we hebben nu een afspraak gemaakt bij de Nijhof in Baarn. En dan gaan we daar kijken voor in ieder geval vloer en ja, wat nog meer. We hebben een uur de tijd. En morgen gaan we weer kijken. Het wordt echt de eerste keer dat we dus inspiratie gaan opdoen. Die daar zo zitten. Dus ik ben echt heel benieuwd. Geen idee hebben we hoe ons huis eruit gaat zien straks. Dus dat is wel bijzonder. Sommige mensen hebben heel duidelijk een beeld van wat ze willen. En wij hebben dat. Ik weet wel wat ik niet wil, maar ik weet wel wat ik mooi vind, maar nog niet echt. Ja, ik zie het nog niet helemaal voor me. En hij ook niet. Dus we hebben wel een beetje een andere smaak. Dus dat wordt nog wel een dingetje. Maar wel leuk. Ik heb er wel heel veel zin in. Ha, vindt deze bank mooi. Oh, wow, het zit best wel lekker. Nice. Ik vind hem net te zwart. We weten ook niet of we nou een hoekbank willen of twee losse zit. En nu bij de vloer, en wat er dus nu ligt, is dit. Maar dat is beneden in ieder geval niet meer goed. Dus daar, of boven, middels verdieping. Dus daar moet het dus vernieuwd. Maar ik kan het dus niet aan om dit uit het huis te halen om het vervolgens weer opnieuw erin te leggen. Precies hetzelfde dus. Maar ja, we hebben echt geen idee. Sowieso wat voor soort vloer. Welke vorm, welke kleur. Het enige wat ik wel weet is dat ik zoiets echt heel lelijk vind. Ik neig dan nog meer naar dit. Dit vind ik dus allemaal best wel saai. Dit vind ik wel leuk. Visgaat vind ik ook leuk, maar het wordt wel heel snel druk. Wat ziet het er nep uit, zeg. Jeetje. Zo'n... Ja. Maar dit is tof. Ha? Dat vind ik echt tof. Premium laminate flooring. Als we alleen al erachter komen dat we allebei dus van tegel houden, hebben we al zo'n groot uitsluitsel. Hout. Tegel. Dit vind ik echt tof. Dit vind ik ook heel tof. En hij weet het nog niet echt. Nee, we zijn hier nu een uur. En ik heb nog niet echt iets gezien wat ik geweldig vind en hij ook niet. Maar dit is het enige wat we niet nodig hebben, een badkamer. Maar hier ben ik helemaal verliefd op. Sowieso merk ik dat ik de kleur oud roze echt niet kan loslaten. Ik vind het zo mooi. Het is één dagje later, maar wij gaan nu naar de Woonexpress. En we zijn een half uur te laat, dus we hebben een half uur, maar dat is wel voldoende. Ik vind deze kleur groen met veel velvetstof heel mooi. Ik heb nu eindelijk een bank wat ik dus chill vind, waar ik dus van hou, is dat het zitvlak lekker diep is. Zodat je lekker je benen zo erop kan leggen, zeg maar. Maar Hadi is juist iemand die het lekker vindt om netjes als een burgemeester op de bank te zitten. Net zo kort vlak. Oh, deze is best wel goedkoop. Hij is niet heel mooi, maar ik vind het wel heel lekker, zo'n diepe bank. Ja. Wel lekker toch? Deze zit echt best wel lekker. We zijn nu bij de Troubadour. Dit is de bank waar ik voor kom. Nou, ik vind het ook heel leuk qua onderdelen, maar het zit net een beetje te loungerig of zo. Oh my god, zo lief! Ik krijg ineens een kaartje van de ouders van Ha. Echt zo schattig. Ik hou er echt van. Echt super lief. Ik kan hem alleen nog niet in mijn huis zetten, want dan zie je het al. Op de achtergrond in de vlog en mensen weten het natuurlijk nog niet. Hallo, het is vandaag zaterdag 3 april en hij heeft allemaal afspraken gemaakt hier. Ik weet niet wat je heet, het is in Den Haag. Een woonwinkel, een mall-achtig. En we gaan nu naar Hoge Boezem. Ik ken het niet. Maar we gaan de afspraak om 2 uur, om 3 uur en om 4 uur. En ook een winkel voor vloeren. De eerste stoel die we zien, vinden we meteen heel lekker zitten. Hallo, het is vandaag zaterdag 10 april en Ha en ik hebben afgesproken in Meidrecht bij Tegels in Huis om te gaan kijken voor tegels en vloeren, want we willen dus in de hal beneden en in de keuken waarschijnlijk Portugees-achtige tegels, vintage tegels en vloer. En het ziet er wel heel raar uit hier, want het is een soort van loods, maar ik had het eigenlijk ook wel verwacht. Of als het goed is, is het een mega loods met echt heel veel keus. Ik heb gebeld en we mochten nog komen, dus ik ben heel benieuwd. Oh my god, dit is letterlijk precies meteen wat ik bedoel. Zo leuk. Dit zijn precies de tegels die ik aan Haat laten zien. Die, 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 die. Dit is ook wel leuk.
Dit vind ik ook heel vet. Ze hebben echt veel. Maar als het goed is, hebben ze ook gewoon vloeren. Maar dat weet ik niet zeker. Welke vinden jullie mooi? Heel veel. Ik wil niet te druk. Hadi wil drukker dan ik, hè? Dat is wel apart. Mooi hoor. Kan dit allemaal? Ja. Dit is ook zo gaaf voor als op een muur. Ik weet niet of dat kan. En deze zou ik echt heel vet vinden als achtergrond voor mijn YouTube-video's. Oh, ik merk wel dat ik echt geen houten persoon ben, maar echt een tegelpersoon. Ik vind het allemaal geweldig. Dus dit vind ik ook zo mooi in de hal. H vindt het ook mooi, maar dan zegt hij, ik vind het ook mooi. En dan gaat hij verder lopen en dan zegt hij, dit is ook tof. Nee. Ja, oké, het is wel tof, maar ja, dit is ook vet mooi. Maar dat is gewoon, is het echt marmer? No. Zie, jij houdt ook net als ik van dit soort dingen, gelukkig maar. Dit vind ik ook heel vet. Oké, we waren het erover eens dat we deze heel vet vinden voor in de hal. Maar ineens, als ik langer kijk, vind ik ineens deze vetter. Wat ik hier vind is, dit is niet echt een kleur, dus het is best wel moeilijk te combineren met een muur. En dat is echt een toffe kleur, maar dit is weer wat meer een foto op een tegelachtig. En dit ziet er weer wat echter vintage uit. Deze vond ik net helemaal fantastisch. En nu naar ik dus naar die. En haar vind ik dit meer fantastisch. Wow, dit is echt lastig, maar wel heel leuk. Hier hangen ze ook gewoon alle twee. Ja, dit zijn wel de twee waar ik al over twijfel op internet. Die. Die is trouwens ook gewoon gaaf. Ik kan liever geen zwart. We vinden deze allebei geweldig voor de keuken. Dit is de blauwe variant. Maar we willen waarschijnlijk een groene muur in de woonkamer. Maar dit, ja, deze is echt te vet. Echt verliefd. We vinden dus allebei de blauwe beter dan de groene. Dus daar zijn we het over eens. Dus dat is fijn. Yes, we hebben een keuze gemaakt. Echt leuk. We werden allebei best wel enthousiast. Want we vinden tegels gewoon heel mooi. We hebben voor de hal en voor de keuken een beslissing genomen. En dat gaan we dan online bestellen. Helemaal leuk. Dat is echt de eerste stap die we nu echt hebben gezet qua besluitvorming. Hallo, het is vandaag 24 april en Ha en ik gaan eindelijk weer wat voor het huis doen. We gaan namelijk vandaag bij Goossens waarschijnlijk die elementenbank Jim kopen, bestellen. De bedoeling is dat we er vandaag gaan beslissen wat en welke stofjes en welke kleuren, bla bla bla. Ik ben half uur te laat, dus ik weet niet of we het gaan redden. Typisch. We kunnen dus echt uit oneindig veel stoffen kiezen. Het wordt echt toch heel erg lastig. Het is allemaal best wel moeilijk te zien omdat het met kunstlicht is, maar deze twee vinden op zich best wel mooi. En deze vonden we ook wel mooi, maar die leek een beetje viezig. En dit vinden we eigenlijk ook heel tof, maar die kunnen we niet vinden. Maar het is heel moeilijk. Maar we neigen wel een beetje, volgens mij, naar ik. Maar volgens mij hou ik naar van die zandachtige tinten. Maar ja, we weten ook nog niet welke kleur vloer we krijgen. Dus het is gewoon wel moeilijk. Nee. Ja. Hier zijn we allebei wel een beetje verliefd op. Jij ook. Dit vinden we ook mooi, maar het is iets saaier. Heel tof. Dit is echt geweldig. Drie verschillende kleuren en drie verschillende stoffen. Wow. Zou dit snel vies worden? Dit vind ik heel vet. We laten het nog even op ons inwerken. We wilden eigenlijk vandaag kiezen, maar dat is niet heel erg handig. We zaten er nu ook echt al een uur en we moeten natuurlijk ook nog nadenken over wat voor soort onderdelen we willen. Wat voor hoek, dat soort dingen. En we hebben de stofjes nog even in daglicht bekeken. Maar je moet niet meteen nu overhaast beslissen. Dus we hebben wel inspiratie opgedaan. We weten steeds meer wat we willen. Maar we doen rustig aan. Ja, we zijn toch al veel te laat met de bank. Want het duurt sowieso 4 maanden. Dus die paar weken er kunnen er ook nog wel bij.
Oké, het is vandaag zondag en we zijn eigenlijk de hele dag heel erg druk geweest, ook met Hazen ouders. Want morgen komt er een fotograaf, de makelaar komt en een fotograaf, want zijn huis wordt verkocht natuurlijk. Hij heeft een koophuis, ik heb een huurhuis, ik moet binnenkort de huur opzeggen. Dus we zijn heel druk bezig om op te ruimen en plaats te maken. Dus we zijn echt de hele dag dingen in de schuur aan het zetten en dingen bij zijn ouders in de schuur. En aan het opruimen. Nu gaat hij even naar de praxis om iets te halen. We gaan nog even een leuk plantje halen, want er wordt geadviseerd om het huis een beetje leuk te maken met het plantje. En ja, morgen worden dus foto's gemaakt om 9 uur 's ochtends al. En dan ben ik er dus ook bij, want ik heb vakantie. Wel spannend hoor, en dan komt zijn huis opvinden. En ja, hele chille tijd om je huis te verkopen natuurlijk. En daarna gaan we even door weer naar Goossens. Nu in Leidschendam. Om toch nog even een keertje te kijken of we of een beslissing kunnen maken. En anders gaan we dinsdag nog even naar de Troubadour, waar we de bank in eerste instantie hadden gezien. Maar daar is hij volgens mij iets duurder. Om te kijken of we de stofjes daar mooier vinden. We hebben even gevraagd of we de bank een beetje mogen zetten zoals we in ons hoofd hadden. En dat is wel toevallig, want eerst wilden we anderhalf zits doen, maar dit blijken 1 zits te zijn. En dat is al best wel groot. En dan zouden we hem hier nog 7 centimeter dieper willen. En dan hier precies zoals zo. En dan hier ook nog gedeelte met armleuning, dus die komt dan nog net ietsjes verder. En geen hoeker. En dan moeten we nu de stofjes uitzoeken en dan denken we dat we dus weten welke vorm we willen. Hij zit echt heel lekker. Oh my god, ik ben heel blij. We hebben de bank besteld. Het was echt... We zijn tot 6:10 gebleven, maar we hebben hem. We zijn helemaal blij. We dachten van, nou, we laten hem nog even bezinken. En toen hadden we iets van, waarom beslissen we niet gewoon nu? We wisten eerst helemaal welke vorm we wilden. En toen uiteindelijk waren we het ook eens over de stoffen. Ik zal het zo laten zien. We zijn allebei er helemaal blij mee. Die mensen waren zo aardig en die waren ook helemaal blij voor ons. En dit is onze eerste echte aankoop voor het huis. Ik voel me echt helemaal, ja, heel happy. Helemaal, helemaal blij. Nu ga ik plassen. Oké, jongens. Dit wordt de bank. De roze is de hoek. Kan ik net niet vasthouden. Zo. Zo wordt het. Ik kan echt niet wachten tot we het gaan zien. Het wordt eind juli, begin augustus bezorgd. En hier komt de leuning en hier. Het is echt prachtig. Dit zijn de stofjes die we hebben. En Goossens dus, niet gesponsord, niet gekregen, ook geen korting. Maar wel heel mooi. Helemaal blij. We hebben een tasje. Het is wel heel leuk als je het in de winkel wat doet. En we kregen er felicitaties en een fles wijn bij. Nou, superleuk. Hey, dit waren mijn berekeningen voor we de winkel in gingen, maar uiteindelijk klopte daar dus helemaal niks van. Oh, dit wordt onze bank. Te blij. Zo blij. Wij gaan wat leuks doen, want wij gaan kijken voor gietvloeren. Want we zijn erachter dat we eigenlijk laminaten zo niet echt mooi vinden. En gisteren zagen we vinyl en dat vonden we wel mooi, maar we zijn ook heel benieuwd naar gietvloeren. Dus we gaan nu naar een gietvloeren showroom. Ik heb daar niks gevlogd, want we zaten echt in 1 kamertje. Echt heel officieel, zeg maar. Maar we hebben een offerte laten maken voor als we daar gietvloer en vloerverwarming zouden willen doen. Maar we hebben geen idee wat het kost. Ze hadden heel veel toffe, aardse, matte tinten. Dus ja, daar moeten we even over nadenken. En ze zouden eventueel ook de muren kunnen doen, wat we heel tof vinden met van dat betonlook. Dus ja, maar dat horen we nog. We krijgen een offerte en dan moeten we even nadenken wat we willen. We vinden de vloer echt het allermoeilijkst. Ik had dit kleed besteld bij de H&M. Het is een wollen kleed en hij kost €300. Maar ik had met 2 kortingscodes hem voor €190. En ik vind hem echt te gek, maar hij is heel licht. Hij schuift heel snel. En hier heb ik een klein stukje ondermat voor onder. Schuift hij niet, dus dat is wel op te lossen, maar het is dus wol, dus je kan er niet lekker op gaan zitten eigenlijk. Dus dan leg je hem niet zo snel bij je bank neer. Dan zou hij in het kantoor moeten of in de slaapkamer en daar is het ook niet echt mooi, dus ik denk dat hij maar terug gaat. Maar ik denk dat je hem ook heel lelijk kan vinden, maar ik vind hem dus super vet. En het past denk ik heel goed bij de tinten die we in ons huis krijgen. Ik weet niet of ik dat al verteld heb, maar dat ik dus wel echt officieel mijn ontslag heb ingediend op school. Omdat ik dus infrawerk ga doen. Dat heb ik dus, dat weet ik nu al een tijdje. En ik heb er hartstikke veel zin in, want ik heb echt super veel zin om deze nieuwe stap. Weet je, het samenwonen, ik heb er heel veel zin in. En een nieuwe stap qua werk heb ik ook heel veel zin in, want ik hou van uitdagingen. Maar ik ga mijn collega's wel echt super erg missen. Ik heb gewoon een aantal collega's hier op school waar ik echt wel heel close mee ben. En waar ik ben echt opgegroeid hier, weet je. Ik ben echt
een echt volwaardige leerkracht geworden op deze school in deze 4 jaar. Maar ik ben ook echt volwassen geworden. Ik kwam hier echt als wel... Ik voelde me toen ik hier kwam werken nog niet echt een volwassene. En nu voel ik me dat wel heel erg. En mijn collega's waren gewoon... Die sprak ik gewoon eigenlijk altijd... Spreek ik vaker dan mijn vriendinnen. En ze weten alles van mij. En al mijn dateverhalen en alles. Weet je, ik had natuurlijk mijn relatie met Ruben. Vandaar naartoe, maar dat niet helemaal lekker liep. Moeilijke break-up. Naar ook weg daar. En op mezelf gaan wonen. En daten. En toen kwam ik H tegen. En alle verhalen daaromheen. En los van het daten ook alles wat in mijn leven speelde. Ik ben altijd, nou, net als met mijn vriendinnen, gewoon super open met ze. Dus het is echt wel gek om daar weg te gaan. Nou, we zitten in een groepsapp, weet je wel. En ja, dat gaat allemaal weg. Dat is gewoon zo. En ik ben natuurlijk altijd degene die de afscheidsfeestjes organiseert op school. Als er iemand weggaat, vind ik heel leuk. En daar doe ik al mijn best voor. En nu ga ik natuurlijk weg. Dus ik dacht al van, nou, wordt er wat geregeld? Ik weet niet, ik weet wel dat ik gewoon close ben met een aantal collega's. Maar ik weet niet of mensen ook zin hebben om wat te regelen. En nu kwam net een van mijn collega's, werkte super goed met Calvin. Die was in het eerste jaar ook mijn coach en zo. En als ik erover nadenk, word ik ook echt emotioneel. Kan ik ook echt huilen eigenlijk. Wat ik allemaal heb meegemaakt op deze school. Ik kan nu gewoon huilen, ik doe het niet meer. Dat is zo raar. Zij kwam naar me toe en ze zei dus ook van welke datum ik vrij moest houden. De laatste dag van school. Laatste vrijdag mijn studiedag. En wat ik graag zou willen. En ze heeft dus, bijvoorbeeld, er is altijd een budget, dat weet ik, van €50 en dan nog €15 bloemen. Maar ze zei al, ik weet dat jij liever €65 budget wil en geen bloemen. Ik zo, ja, klopt, veel liever. Ze zei, wat zou je willen hebben? Ik zeg, nou, het enige wat ik zou kunnen bedenken is iets van een sieraad of zo, waardoor ik altijd aan jullie blijf denken, weet je wel. Dat mag je dan dus zelf aangeven wat je wil, dus dan moet ik even zoeken. Ik heb natuurlijk superveel sieraden van mijn webshop en zo, maar ja, dat is gewoon heel bijzonder. Dat is deze ring van H. Die is wat duurder, maar dat maakt niet uit. Maar gewoon dat je een aandenken hebt, dat lijkt me wel leuk. En dan zag ik nog mijn andere collega wegfietsen. En die zegt ook dat ze dus ook helpt bij het organiseren van het afscheid. En ja, dan word ik helemaal eenmaal van binnen of zo. Ik weet niet. Ik kan dat zo erg waarderen. En ja, ik geef gewoon echt heel veel om een aantal collega's die ik hier heb. We hebben gewoon echt heel... Ik heb zoveel meegemaakt. Het is bijna een soort familie. En dat is heel dubbel, want nou ja, ik heb dus heel veel zin om te gaan. Een nieuwe stap. En ik hou daarvan. Ik hou van nieuwe stappen regelmatig in je leven. Al gaat het goed om gewoon ook een nieuwe stap aan te gaan. Het nieuws te beginnen. Maar ik ga ze wel echt heel erg missen. En het gaat... Ik ga denk ik echt... Ik wil ook echt wel iets van een speech houden op mijn afscheid. Want ik vind gewoon dat er genoeg is om te zeggen. En ik denk dat ik dan ook echt heel emotioneel ga worden. Ik kreeg net al tranen in mijn ogen toen zij dus zei dat ze bezig zijn met mijn afscheid te organiseren. En ik zei, het enige wat ik nou echt graag wil bij een afscheid is dat ik wegga. En dat ik het gevoel heb dat mensen echt weten wie ik was. En wie er weggaat. Dus niet van, er gaat gewoon een collega weg, maar dat is Charlotte. En we hebben herinneringen met elkaar. En je staat hiervoor of dit. Weet je, dat. Dat is eigenlijk heel raar. Want dat zou je ook willen als je bijvoorbeeld je begrafenis hebt, toch? Dat mensen weten van, oh ja, dit was... Ja, dat is ook met zo'n afscheid. Misschien willen sommige mensen mij nu super dramatisch. Maar goed, ik wou dit gewoon even delen, dit momentje. Ja, het is gek hoor. Het komt heel dichtbij. Ik bedoel, het is nu 24 mei. Over meer dan iets meer dan een maand krijgen we de sleutel al. En 24... Nee. Oh ja, en over 2 maanden heb ik mijn huis al niet meer. 19 juli heb ik de huur opgezegd van mijn huis. Over 2 maanden heb ik het huis al niet meer. Vanavond gaat de makelaar me bellen voor een voorinspectie vanwege corona via de telefoon. Dus het komt allemaal heel dichtbij. En ik heb er echt zin in, maar ik ga mijn lieve collega's echt missen. En ik weet ook gewoon dat als je ergens niet meer werkt en niet meer woont, dan is de kans gewoon heel klein dat je elkaar nog spreekt. En als collega's heb je het natuurlijk ook gewoon vaak over werk. Dus als jij dan de enige bent die daar niet meer werkt, dan ga je denk ik toch minder snel nog contact met elkaar zoeken. Maar misschien gaan we nog wel eens een keertje wat leuks doen of zo met elkaar. Ik zou hem bijvoorbeeld ook echt hebben uitgenodigd op mijn bruiloft als ik zou trouwen, weet je wel? Zo dierbaar zijn ze eigenlijk. Maar ja, als je ze niet meer spreekt, dan doe je dat ook niet meer. Dus dat is gewoon raar. Nou ja, ik ga even boodschappen doen. Dat heb ik gecontroleerd. Dan ga ik even kijken per wanneer je opgezegd hebt. Ik zie staan 19 juli. Ja. Dat is de einddatum. En dan is de eindinspectie ook die dag en dat is dan om 3 uur. Oké. Okay. En dan, dat wist je dan niet? Jawel, nu je het zegt, ja. Oké. Nou, die dag die brengen we ook nog in rekening, hè. Die laatste dag dus dat je de sleutels inlevert. Oké. Dus dan kan je er eventueel wel proberen om er geld voor te vragen. En je hebt in principe ruim schoonse tijd opgezet. Ja.
Ja, weet je wat ik jammer vind? Want ik heb al gehoord dat je dus niks kan laten overnemen en zo. Maar ik heb bijvoorbeeld een vaatwasser en een kookplaat. Nou, dat was echt moeilijk om er één te vinden die hier past. En die staat perfect in het keukentje, zeg maar. Nou, we kunnen het proberen. Ik ben er voor, hoor. Omdat ja, want weet je, het is zo zonde dat ik... Nou, het is nog geen 2 jaar oud. En dan moet ik het gaan verkopen op Marktplaats. Terwijl iemand ja. Het is echt, die maat is heel lastig. Ik ga even iets vertellen. Ik ga even iets vertellen en ik ga het ook even filmen. Draai even je stoel naar mij toe, want ik ga even iets belangrijks vertellen. En probeer even niet erdoorheen te praten. Ik vind het super spannend. Ik hoor net van Esther dat ik het mag vertellen. Wat? Wil iemand het raden wat ik ga vertellen? Het is wel leuk, maar ook weer niet leuk misschien voor jullie. Dus ik hoor dat ik ga stoppen met school, dat ik ga stoppen met YouTube. Ik ben natuurlijk heel oud, maar ik ben niet zo oud dat ik met pensioen ga. Nou ja, of dan zou je heel rijk... Nee, dat helaas nog niet. Ik wil ook niet al met pensioen. Wie denkt er nog iets anders? Ik dacht, iemand gaat waarschijnlijk zeggen, je bent zwanger of zo. Dat is het ook niet. Geen baby in mijn buik. Ik heb met haar een huis gekocht. Dus dat is superleuk. Maar dat is helemaal waar hij woont, in Zoetermeer. En dat is best wel ver weg. Dus dat betekent dat ik hier ontslag heb genomen en dus niet meer hier ga werken volgend jaar. En ik was natuurlijk sowieso volgend jaar niet meer jullie juf, maar ja, ik zou jullie nog wel zien in de gang en dat is heel leuk. En dat gebeurt dan dus niet meer, dus na de zomer ga ik weg. En dat vind ik ook heel jammer hoor, want ik vind het echt, ja, het is superleuk, maar ik vind het altijd superleuk om nog kinderen te zien die ik in de klas heb gehad. En ook, nou, ik heb dus gekeken, ik wilde eerst gewoon weer in een klas gaan werken zoals nu. Maar toen dacht ik, hé, er zijn 43 scholen daar, heel veel. Het is heel anders dan hier in Wees. 43 scholen. En die zijn allemaal... Elke school is anders. Dus ik dacht, hé, ik ga gewoon een jaar lang invallen. Dus dan word ik gebeld of in een app krijg ik een berichtje van... Hé, er is een juf nodig. Net zoals ik hier ziek zou zijn. Wil jij, Charlotte, eventjes komen invallen? En dan ga ik in alle groepen, dus van de kleuters tot met groep 8, heb ik gezegd. En dan ga ik dat een jaar lang doen. En dan kan ik dus kennis maken met alle verschillende scholen. Maar ook heel veel kinderen zien. En dan hopen dat ze het heel leuk vinden dat ik een dagje bij ze kom invallen. Maar dat is natuurlijk heel anders, want dan ben ik niet de juf van één klas. Maar wel heel spannend. Dan zie je hoe het gaat op allemaal verschillende scholen. Dat is best wel leuk om te zien. En allemaal verschillende kinderen. Dan weet ik dus eigenlijk een dag van tevoren pas waar ik ga werken de dag erna. Maar ik ga het wel heel erg missen hier. De kinderen en ook de collega's. Dat vind ik echt heel jammer. Ik ben zo blij dat ik jullie als laatste jaar heb gehad, want ik heb het altijd leuk gehad. Maar jullie weten het, ik ben zo blij met jullie deze klas. Jullie zijn echt fantastisch en jullie ouders zijn allemaal lief. Jullie zijn allemaal lief, jullie luisteren goed. Nou, de directeur komt net weer binnen en die zegt ook van... Wow, je hoort zelfs mijn schoenen, want jullie zijn zo stil in deze klas. De ouders die de directeur een berichtje sturen met complimentjes. En alleen maar, ik ben zo blij om zeg maar hier weg te gaan met jullie als klas. Want ik heb zo'n lekker jaar gehad met jullie. En we zijn natuurlijk nog niet klaar. Maar het is echt, ik ga elke dag met zoveel plezier. Ik vind het heerlijk. Ik ben echt heel blij dat jullie mijn laatste klas zijn. Hoe lekker jullie nu ook weer aan het luisteren zijn. Ik krijg 1 juli de sleutel, dus over iets meer dan een maand al. Dus dan is het nog geen vakantie. Dus die dag komt er ook waarschijnlijk juf Kim hier in de klas. Want dan mag ik de sleutel gaan halen met hem. En dan gaan we een contract ondertekenen. En dan gaan we het huis zien. En daarna wordt de vloer gelegd. Krijgt zo'n gietvloer. Dus dat is eigenlijk zoals dit, maar dan wel wat mooier. Moet ze helemaal gaan gieten. Ja, mijn kamer staat nog steeds aan. Ik doe hem nu al even uit. Ik krijg dus net 2 invalverzoeken binnen van de invalpool waar ik me bij heb aangesloten. En wat ik dus niet wil, is volgend jaar me al meteen vastpinnen aan 1 school. Want ik wil echt veel ervaring doen en veel verschillende scholen zien. Maar ik zou het wel willen als het bijvoorbeeld voor 2 dagen in de week is en dan een aantal maanden. En ik krijg nu een verzoek om van augustus tot en met oktober in te vallen in een groep 5 of groep 8 op een school die ook SBO-combi heeft. En die school die heeft best wel een ouderwetse website en spreekt me iets minder aan. En dat is 5 of 8. En 5 zou ik wel sowieso willen. En dat gaat dan om de maandag en dinsdag. En van een andere school, en die heeft wel een modernere website. En ja, vrolijker en meer dingen die je kunt lezen over de school. Spreekt me iets meer aan. En dat is dan van augustus, dus de eerste schooldag, tot en met tot de kerstvakantie. Maandag en dinsdag. En dat gaat dan om groep 4. En ik heb natuurlijk 2 jaar groep 4 gehad. Dus ik heb eigenlijk iets van, ja, ik ben altijd heel erg snel van het snel beslissen. Dus ik heb even gebeld naar de invalpool en ze wisten niet echt wat meer informatie te geven. Dus ze zeiden, nou bel ze gewoon. Maar die school is nu net uit. Dus de conciërge zei, bel even over een kwartier terug. Dus dan ga ik dat gewoon doen. Dan heb ik eigenlijk 4 vragen. Oh, ik word gebeld. Oké, en jij kent de school verder ook niet echt? Oké, nou dan bij elkaar gewoon. Ja, zo staat je graag te woord. Oké, nou dankjewel.
Ja? Oké. Okay. Nou, dan hoor ik het wel yes. Wat er verder uitkomt. Ik laat het weten. Oké. Okay, dank je, doei. Dank je, doeg. Dus vind ik best wel spannend om te bellen, omdat het dus eigenlijk ze dus wel op zoek zijn naar meer dan alleen 2 dagen. En ze dus eigenlijk gewoon voor het hele jaar op zoek zijn, eigenlijk gewoon voor een fulltimer. Dan denk ik, kunnen ze dan niet beter op zoek gaan naar een fulltimer? En dan is het ook meteen best wel spannend. Als je gewoon een dag van tevoren een invalverzoek krijgt, dan ga je gewoon. En nu kan ik niet zomaar even random bellen. Je moet wel een goede indruk achterlaten. Maar toch ga ik nu gewoon bellen. Oké, nou, spannend. Je moet altijd op je gevoel vertrouwen. En ik nam net op, maar het kwam er niet uit. Maar ik kreeg een raar gevoel. Het was niet heel open, vriendelijk en warm. Het was heel afstandelijk. Dan denk ik, volgens mij wil jij toch kijken of ik op je school kan komen werken. Waarom doe je dan zo afstandelijk? Dan heb ik meteen niet zo'n prettig gevoel erbij. Hi! Er is een super crappy beeld, maar ik had geen tijd om eerder te vloggen. Ik ben onderweg naar Culemborg. En Haas ook onderweg naar Culemborg. We rijden met 2 auto's, want anders was het te veel gedoe. Voor een afspraak voor de vloer, eindelijk. Het heeft lang geduurd, we wisten niet wat we wilden. En toen zijn we in contact gekomen met het gietvloerhuis. Huis met UI in Culemborg. En daar gaan we vloerverwarming door laten plaatsen op de eerste en de tweede verdieping. Dus niet beneden, want dat vond ik een beetje onzin. En daar zit eigenlijk in principe alleen mijn kantoor. Dat vind ik niet nodig. En een gietvloer laten leggen. We weten nog niet welke kleur. We weten wel dat we zo'n gemêleerd effect willen, zeg maar. En we betalen er echt zelf voor. Het is echt een heel flink bedrag. Het kost heel erg veel. En we krijgen een beetje korting. Maar ik had iets van... Ik vind het toch zo leuk om een heel proces hiervan vast te leggen. Ik vind dat zo leuk om te vloggen. En als ik in ruil daarvoor ook nog iets van korting krijg, is dat heel chill. Want ik wil het sowieso graag voor jullie vastleggen. Dus dan is het win-win voor ons allebei. Het scheelt toch weer iets van geld. Maar heel veel zelf betaald hiervan. Dan weten jullie dat. Het kost natuurlijk echt wel wat. Maar we gaan het wel doen. En we hebben nog geen idee wat betreft de kleur. Terwijl over maandag, over 2 weken, gaan ze al beginnen. Dus dat is wel best wel grappig. En ik ben 8 minuten te laat, like always. H is er wel al. En nou, ik zal er ook wat gaan filmen. Ik ben echt super benieuwd. Ik heb trouwens mijn nieuwe blouseje aan. Hij is zo leuk, maar ik heb extreme... Hij valt helemaal open. En ik dacht dat ik wel veiligheidsspeldjes had, maar die heb ik dus niet. Dus ik baal nu een beetje, want het kan echt niet. Het ligt helemaal open. Dus nou, moet ik na die afspraak even veiligheidsspelden gaan scoren. Ik ben er over 3 minuten en ik ben echt benieuwd, want we twijfelen tussen een soort anthracite donkere kleur of eerder een beetje een stone kleur. En Haas is wel van het grijs, maar ik heb echt een hekel aan grijs. Het grappige, want ik keek gisteren de vlog van Monica en die vriend van haar lijkt ergens zo erg op haar. En ook de dingen die ze zegt en ook dat hij dan dus ook grijs wil en zij beige, maar dat bedoel ik niet. Maar het lijkt echt heel erg, dat vond ik super grappig. Ook zo'n hele rustige, kalme man. Lijkt heel serieus, weet je wel. Ik zie wel vergelijkenissen, maar goed. Ja, nou, kijk. Het blusje is echt wel heel leuk. Ik voel me goed. Okay, we zijn er nu. We hebben net een hele uitleg gehad. En nu moeten we dus een kleur gaan uitzoeken. En dat is best wel lastig. Dit vind ik in ieder geval... Nou, die vind ik wel oké, maar dit vind ik allemaal niet mooi. Wat ik wel mooi vind, is dus alle beige tinten. En anthracite. Maar ja, hoe maak je je keuze? Ik heb echt geen idee. Het is echt heel moeilijk. Als ik echt gewoon nu moest kiezen, zou ik zeggen dit. Want dat is voor je zo veilig en mooi. Maar ergens heb ik ook zeer dat zo'n anthraciet kleur. Waar is die nou eigenlijk? Dat het ook wel heel mooi is. Heb jij die anthraciet? Oh, die heeft hij. Volgens mij valt het wel mee hoe donker het is, hoor. Donker? Je moet hem ook, als je je stempel hebt, leg hem een keer in het licht, leg hem een keer bij een donker meubilair neer. Nu schijnt de zon wat minder, maar als die meer schijnt, heb je ook alweer een totaal ander effect op je kleur. Dus dat is ook wel bepaald. Het blijft wel bij je basisgevoel. Maar hij kan dus iets lichter ook als je meer wit gebruikt. Ik vind het wel. Ja. Als je hier meer wit gebruikt, doe er een druppeltje in van wit, ja. verandert je kleurcode. Direct, ja. Ja. Dus dan is het niet meer deze, nee. Hij heeft zijn naam bijvoorbeeld. Omdat hij veel voorkomt, hebben we Downtown Mix genoemd. Mm-hmm. Wordt hij zo genoemd, laat ik het zo zeggen. Gooi je daar een druppeltje andere kleuring in, dan verandert jouw hele structuur. Ja. Dus dit is een samengestelde structuur uit 2 handelers. En die hebben ze
Lastig. Echt best wel moeilijk hoor, jongens. Maar we moeten wel een keuze gaan maken, want het is al bijna. Ik vind dit en dit wel mooi. Wat we eventueel wel kunnen doen. Ik kan bijna met alles. Maar zullen we dan wel boven en beneden dezelfde kleur doen? Ja, dit is gewoon mooi. En onze bankkleur is mooier dan dit. Dit is een beetje poepig. Ja. Een bruinke. Ja. Misschien zoals dat. Daar bovenin. Nee, we hebben wel zo'n... Nou, wel echt zo'n coole bruine tint. Maar niet zelf als dit. Maar het lijkt er wel een beetje op. Kijk, dit is sowieso mooi. Daar krijg je geen spijt van die ook niet. Maar we hebben iets met dit ook. Maar ja, het wordt dan gewoon een zandhuis. Maar dat is mooi hoor, zandhuis. Ja. En als je dan van die magic walls hebt zoals daar, ja, dat vind ik dus heel tof, maar dat is best prijzig. Hè? Ja. Tonsje is leuk voor in de badkamer, dan is het op zich nog wel betaalbaar. Maar op het moment dat je daar een grote oppervlak mee gaat bekleden. In de wc. Ja, wc-badkamer. Dat zijn echt de ruimtes waar je heel veel ziet. Het is zo vet, maar ik had ook weer gezien wat dat kost. Het is echt veel geld voor een muur. Dit wordt hem. Ja, dat wordt hem. Ze zijn eruit. Met elk licht is hij anders. Ja. Nu lijkt het gewoon echt één kleur. Ik zou hem ook op de grond leggen als ik jou was. Laten zien, je moet nog een beetje spannend houden voor ze. Ze moeten wel blijven kijken natuurlijk. Oh, oké, jij houdt de spanning. Dat is goed, heel goed. Ja, nou helemaal goed. Ik vind hem ook met witte muur heel mooi, dat is ook belangrijk. Top. Nou, dat was goed. We hebben eindelijk een kleur gekozen. We waren er echt 2 uur, ze hadden alle tijd voor ons. Maar we moeten nu dus even goed gaan nadenken over de planning. Want hoe we het in ons hoofd hadden, gaat waarschijnlijk niet helemaal werken. Want eerst moet de vloerverwarming, eerst moeten we de vloer eruit halen. Laminaat en boven tapijt. En dan moet er vloerverwarming komen en zij gaan dan ook de radiatoren weghalen. En pas dan kan de stukken doorkomen. En dan moeten we plinten. Eerst plinten, dan stukken door. En dan pas de gietvloer na. En als je een gietvloer krijgt, kan je dus een week niet in je woning. En dat vind ik vet zonde van de tijd in de zomer. Dus daarom had ik het zo gepland dat de gietvloer in mijn laatste werkweek zou zijn. Maar als we dat doen, kan er niet eerst gestuukt worden. Nou ja, daar moeten we dus allemaal nu over nadenken. Oh yes, Wild Bean Café. Ik heb echt honger. Oh yeah, ha, ik pak lekker deze plek. Haha. Haha.